Van jouw kennende, ook al is het die honderdste wedstrijd geweest, jij wil niet graag verliezen. Nee, ik heb een hekel aan verliezen, maar ja, dat hebben de meeste sportmensen en de meeste trainers. Dus dat is, dat is duidelijk. We moeten onze kop omhoog houden en we staan nog steeds 3 punten voor. Je kan er beter 3 voor staan en 3 achter. Maar het was, als je het over, zullen we over de wedstrijd hebben? Ah, die wedstrijd waarvan ik geroepen heb op de radio tijdens het live verslag van deze wedstrijd verdient geen verliezer. En dan zeg jij net voordat de banden liepen, eigenlijk hadden wij moeten winnen. Ja, dat vind ik wel. Ik vond de eerste helft ging vrij gelijk op. En als er verschil was, dan was de ene keer die ploeg en de andere keer dat elftal. En dat was niet nooit groter als 55-45 bij wijze van spreken. En het middengedeelte van de eerste helft vond ik ons al licht beter. En de tweede helft hebben wij een half uur, 25 minuten echt heel dominant gevoetbald. Hadden we GVV echt liggen. Stonden op eigen helft, hadden geen counters meer. En in die periode moeten we gewoon een goal maken. En dat doen we niet. Ja, en dan weet je op een gegeven ogenblik het laatste kwartier, 20 minuten, dan word je toch wat moeier. Zij ook. Ja, zij ook. En dan wordt het een klein beetje Russische roulette. En we waren in die periode waren we ook wat onrustig aan de bal, wat slordig aan de bal. Met Russische roulette kan je winnen, maar je kan ook verliezen. En dat hebben we dan gedaan. Maar onnodig. En ik vind het ook niet verdiend wat ik zei. Want ik vind als er één moet winnen, dan zijn zeker wij het. Gezien dat half uur van de tweede helft. Wat mij dan opvalt is, je komt achter met 1 minuut of 12 te spelen. En in die 12 minuten creëert Katwijk helemaal niets. Nee. Maar is dat dan de handdoek gooien? Is dat een mentale klap? Of? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dan gaan we toch. Dat je dan iets optimistischer speelt, dat begrijp ik wel. Maar je hoeft ook niet alles lang te geven. Want dan ga je je eigen elftal uit elkaar spelen natuurlijk. En dan heb je de afvallende bal niet. En dan kan je ook niet. Dan kan je ook geen druk uitoefenen. Wat we daarvoor juist wel goed deden. Maar dat is wel waar. En in dat laatste kwartier, toen was het beste er wel duidelijk vanaf, ja. Heb je daar een verklaring voor? Sorry? Heb je daar een verklaring voor? Nou, ik vond ons ook wel een beetje moe worden op een gegeven ogenblik. En GVV heeft natuurlijk ook wel wat ervaren ploeg natuurlijk. Goeie ploeg ook vooral. Ja, goede ploeg. Alleen, ik vond ons vandaag beter, moet ik eerlijk zeggen. Je zei net, we staan nog 3 punten voor op Kozakken Boys. Volgende week een derby tegen Lisse. Brengt dat nou meer druk met zich mee? Ja, maar als je bovenaan staat en je speelt bij Katwijk, dan heb je altijd druk. Inderdaad. Je staat nog 3 punten voor en de volgende wedstrijd moet je winnen. Maar eigenlijk is dat altijd zo. Je moet altijd de eerstvolgende wedstrijd weer winnen. En zeker als je verloren hebt, dan moet je elkaar even de waarheid zeggen. En dan ga je gewoon weer verder. Ik heb daar gewoon alle vertrouwen in dat dat goed komt. Elkaar de waarheid zeggen. Neem je mensen iets kwalijk nu? Nee. Maar in de kleedkamer zijn de jongens, we moeten het afmaken. En het overtal uitspelen. Nee, ik neem helemaal niemand wat kwalijk. Nee, als je hier GVV een half uur zo op eigen helft vast kan zetten, dan doe je dat niet verkeerd. En wie doet dat dan? Welke ploegen zetten GVV? Nou, iedereen heeft het niet moeilijk. Ja, nou oké. En ik vond ons toch de bovenliggende partij, zeker in die periode. Dus ik verwijt helemaal niks. Het is alleen jammer dat je... zij maken die goal en wij niet. En voetbal is geen jurysport. Anders hadden wij toch een half cijfertje meer gehad als GVV. Je wilt als sporter nou een nederlaag graag weer heel snel winnen. Dan kan je morgen al, hè? VOC. Tja, ja. Met maar, Portugal. Ja, dat klopt, ja. Maar we hebben het nu over Katwijk en dan is dat... Vandaag even minder belangrijk en morgen is het zondag en dan wil ik weer winnen inderdaad. Portugal, zoals je misschien weet, is klaar. Hè? Is klaar en naar de zaterdag. Speelt helemaal nergens voor. Gaan zien met oude Maas. Dat denk ik even nog niet aan hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik baal en ik had het liever als eerste wedstrijd voor de mensen van Katwijk. Ik had liever gewonnen, maar het is zoals het is. Maar we gaan gewoon lekker verder. De buschauffeur heeft de motor al gestart. Rijden. Ja, we gaan eerst een biertje drinken.